De effecten van de komst van een afvalverwerkingsbedrijf van Kersten Environmental Services NV te Dijkveld zijn onderzocht en met de samenleving gedeeld. Armand Morejo, vertegenwoordiger van NIMOS, presenteerde gisteren de voorlopige resultaten van het milieu- en sociale effectenanalyse over de komst van het bedrijf. Morejo stelt dat zo'n bedrijf moderne technologie kan gebruiken om lucht-, grond- en watercontaminatie in het gebied te voorkomen. Het effect van het bedrijf is gemeten en we zien dat bijvoorbeeld voor geluid, zorg, bodemcontaminatie, impact op het grondwater, op de biodiversiteit en ook op het vlaktewater, dat ze allemaal bijna verwaarloosd zijn. Waarom? Omdat het bedrijf wel degelijke technologie heeft om het geluid dat zo binnen de beneden de waarde toegestaan en de waarde te produceren. Zo ook met voor wat betreft een contaminatiemaatschappij. En het wordt dan, als je dan het grootste deel wordt dan een betegen of een gebied waar je. Dus waardoor je dan ook indirect blootstelling hebt van je grondwater of van je bodem. Dus daar ga je dan die zaken dan kunnen controleren. Naast Morejo zijn ook andere deskundigen ingegaan op de veldstudies die zijn uitgevoerd om de staat van het milieu vast te stellen. Daarna had het publiek en de media de kans om vragen te stellen over het onderzoek.